Dit jaar zal het traditionele Koninginnedagfeest in Arnhem in afgeslankte vorm plaatsvinden. Dit in verband met de inhuldiging van Kroonprins Willem-Alexander tot nieuwe koning op dinsdag 30 april. De stichting Viering Nationale Feest en Gedenkdagen Arnhem heeft om die reden zowel de Koninginnedagmarkt en het culturele programma in de burgerzaal van het Arnhemse stadhuis afgeblazen. Dit omdat de gemeente verwacht dat mensen liever naar de inhuldiging op tv kijken. Het programma in Park Sonsbeek en in de Arnhemse Wijken gaat wel door, net als het jaarlijkse vuurwerk in de avonduren.